De doorsnee Belgische wielrenner breekt bij het begin van de lente de mooiste tijd van het jaar aan. En dat is niet anders voor de jongens van Accentjobs Willems Verandas. De voorjaarsklassiekers bereiken stilaan hun hoogtepunt. Vorige maand waren we erbij tijdens de verkenning van de omloop Het Nieuwsblad, toonden we u de hoogtepunten van enkele andere koersen en volgden we de prestaties van het team in nokere koersen. De vorige aflevering strandde in de koerskalender op 16 maart. Enkele dagen later rijden er alweer renners van Accent Willems in de kijker. Zo trekt Wim de Vocht in de aanval in Handsame Classic en er is de zesde plaats van Arnoud van Groen in Classic Loire Atlantique. In Dwars door Vlaanderen kent de ploeg minder succes. Lijf Hoste raakt net niet bij de beslissende ontsnapping en in de finale breekt zijn ketting. Op 23 maart staat de E3-prijs in Harelbeke op het programma. Met hellingen als de Taaienberg, de Paterberg en de Oude Quaremond wordt de wedstrijd niet voor niets de kleine ronde van Vlaanderen genoemd. Lijf Hoste is gebrand op een goede prestatie. Want enkele dagen voordien wordt bekendgemaakt dat Accentjob Willems Verandas niet zal mogen starten in Parijs-Roubaix. Ja, dat is voor het team een serieuze aderlating. Hè. We hadden ons echt wel gefocust op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Met het aantrekken van Lijf Hoste hadden we toch de volle hoop om deel te nemen aan die wedstrijd. Voor Staf Scherlings komt de wedstrijd nog te vroeg voor een knalprestatie. Scherlings heeft nog te veel last van zijn val in nokere koersen. Hij komt vooral kilometers malen. Ja, nee, ik heb totaal... Ik heb totaal geen ambitie vandaag. Mijn ambitie is, of mijn doel is, gewoon de koers tot een goed einde te brengen, uitrijden. En kijken wat het geeft. Ik herstel heel goed, maar het is nog te vroeg. Het is nog Ronde van Vlaanderen en de pannen zal waarschijnlijk wel gaan, maar deze is nog een paar dagen te vroeg. We zagen de foto's op Facebook. De moeite. Natuurlijk, het is frustrerend. Hè. Ik heb toch wel last van die blessures, dus het is een beetje een dubbel gevoel. Hè. Dus conditioneel voel ik me heel goed, ben ik heel goed. Natuurlijk, die blessures belemmeren mij om voluit te gaan. Scherlings kan alvast op heel wat steun rekenen, onder andere van zijn eigen fanclub. Gewoon wel sympathie ervoor. Het was niet echt dat we een of ander wilden steunen, maar we beginnen praten er tegen en dat klikte. Uit sympathie en dan de naam, dagstaf. Dat lukte wel goed en iedereen kent ons intussen al als we met de bende weg zijn. Dus. Even later is het tijd voor de renners om naar de start te vertrekken. En dat is ook het sein voor de verzorgers om zich naar de eerste bevoorrading te begeven. Dieter de Pree is nu al tiental jaar verzorger in bijberoep en heeft al wel wat ervaring met de Vlaamse voorjaarskoersen. Een koersdag eist niet alleen van de renners en ploegleiders de volle concentratie. De verzorgers moeten zich telkens een weg banen om tijdens op de afgesproken plaatsen te verschijnen. Vertrekken van het hotel. We gaan dan samen naar de start met de bus, de ploegleider en de verzorgers. En dan verdelen wij ons. Voor de koers in Vlaanderen gaat er iemand naar de bevoorrading. En dan zijn er personen die op tussenpunten gaan staan. We staan daar met wielen en drinkbussen, zodat de renners altijd drinken hebben en die moeten laten afzakken naar de volgwagen. Een goede planning is toch wel belangrijk, dat je op voorhand kijkt hoe dat het parcours is, waar je nog weg kan naar een andere berg, dat je niet vastrijdt. Het is toch wel belangrijk, een goede voorbereiding. Op tussenpunten staan is toch wel stressvol. Je moet altijd het uur in het oog houden dat de renners aankomen. Dus het is toch wel stress om altijd op tijd te geraken. Ik wil mijn best doen voor de renners dat ze genoeg drinken hebben. Ik wil dat ze nooit zonder drinken zitten. Tijdig eten en drinken in de koers is voor de renners van cruciaal belang om energiereserves aan te vullen.
drinkbussen aangeven is trouwens een kunst. De renners moeten soms aan duizelingwekkende snelheden worden bevoorraad. En dat een gevallen drinkbus zware gevolgen kan hebben, zullen we later zien bij de fatale valpartij van Fabian Cancellara in de Ronde van Vlaanderen. Je kunt drinkbussen aangeven op verschillende manieren, onderaan, achteraan en bovenaan. Ik geef ze meestal bovenaan, dat is een persoonlijke keuze. En je moet ze goed hard vasthouden, want de renners komen wel hard aangereden. Je moet een klein beetje de drinkbus meegeven, zodat de slag op de renner minder hard is. Dieter stapt ook nooit uit de wagen zonder een paar extra wielen mee te graaien. Ja, we nemen toch de wielen mee uit voorzorg. Het zou altijd kunnen dat de renners plat rijden. We staan meestal bovenaan op een berg die uit kassei bestaat. En er is toch wel veel kans op plekrijden waar dat we staan. De renners weten het ook op voorhand waar we gaan staan. Dus bij eventueel een lekke band kunnen ze blijven doorrijden totdat ze boven zijn. Op een van de hellingen staat ook een man die mee verantwoordelijk is voor de wielen van Accent Job Willems Verandas. Walter Calesso is commercieel directeur van Mickey, de wielenleverancier. Maison Italien, typique Italien, avec production totalement Italien. Monsieur Jean-François, il m'a introduit sur le truc avec Accent Job. Et on est vraiment très heureux d'être ici à participer à l'aventure pour cette année avec l'équipe qui on espère qu'il nous aide beaucoup sur l'introduction, pour l'introduction de nos produits sur les marchés belges, hollandais bien sûr. Et donc une bonne course, un spectacle vraiment très très bon. Je crois qu'il c'est difficile de voir beaucoup de monde sur la route comme j'ai vu aujourd'hui ici en Belgique. Félicitations parce que vous êtes vraiment une course très belle. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. In de wedstrijd toont Lijf Hoste dat de conditie goed zit. Hoste speelt mee tot in de finale en plaatst tot twee keer toe een demarrage. Maar in een spurt met een omvangrijke kopgroep is hij kansloos tegen Bonne en Co. In die prijs heb ik een hele goeie Hoste gezien. En dan dachten wij direct, oké, hij is 100%, hij is er klaar voor, dan voor later voor de Ronde van Vlaanderen. Als we gezien hebben als Tom Bonen daar hing, dat toch wel een van de enigen was Hoste die mee kon op het wiel. En als je dat kunt, ja, dan zijn we wel klaar. En daar hebben we zeker een goede Hoste gezien. De ploeg kan wel tevreden zijn met hun vertoon, want bijna alles liep zoals gepland. Ook Dieter heeft zijn job gedaan. We hebben ze toch een zestal keer kunnen zien. Het was nogal redelijk druk op de baan. Het is een vrijdag en er is ook veel volk op de baan. Het is een belangrijke koers. Iedereen komt naar deze wedstrijden zien in België. Het is een kleine wereld. Overal waar je komt, Frankrijk, België, je ziet al steeds dezelfde personen terug. En de Ronde van Vlaanderen is toch wel een van de mooiste koersen. En de koersen in de geburenlijke, zoals dwars door Vlaanderen, Harelbeek, is dat toch wel een mooie wedstrijd om te mogen doen met de ploeg. Gent-Wevelgem en de driedaagse van de pannen zijn de volgende wedstrijden op de kalender. In de driedaagse komt de eerste rit aan in Oudenaarde, niet ver van waar enkele dagen later ook de streep van de Ronde van Vlaanderen ligt. Het werk van de verzorgers is hier iets minder stressvol omdat het parcours met enkele plaatselijke ronden eindigt. In de bus zien ze dat Andy Capelle knap naar een kopgroep toe rijdt. Dat is een mooi nummertje hoor. Het nummertje die Andy Capelle aan het opvoeren is. Het is niet aan iedereen gegeven om zomaar vanuit dat peloton helemaal op zijn eentje naar die kop van het toe te fietsen. En dan wacht nog zo een lastige edelaarberg die het hem niet gemakkelijk maakt. Maar hij lijkt er toch in te gaan lukken. Op een seconde of 7-8 wordt gemeld. Achterstand voor Andy Capelle. Voorop blijven doen ze niet, maar het parcours is wel van die aard dat er slechts een uitgedund peloton overblijft aan de finish. Het is Peter Sagan die als eerste de leiderstrui mag aantrekken. Lijf Hoste eindigt in de kopgroep.
Terug in het hotel spreekt Lucien van Impe Andy Capelle nog eens aan over zijn knappe inspanning. Hoe was het goed in het begin? Ja, wel, ik heb mijn werk gedaan. Maar je moet nog moeten rijden voor terug te komen. Als je daar, ik heb mijn werk gedaan, ik heb mijn plaats en ik heb gewoon mijn werk proberen te doen voor de ploeg. Ik altijd zeggen. Woensdag heb ik de ploeg in de steek gelaten en ik hoorde recht zijn. Het was puur in functie van lijf. Ik wist als de grote kanonnen gingen demareren op de Leeuwberg of Beredries dat ik ging moeten passen. Ik kom net te kort. Dus kon ik maar beter maken dat ik met voorsprong begon. Als het dan lijf kwam aansluiten, dat ik eventueel nog kon even kop trekken of zo voor hem. Of ook al eens maar een bidon geven. Dus dat liep volgens plan, ja. In dwars door Vlaanderen had Capelle nog een mindere dag en daarom wou hij zichzelf bewijzen in de driedaagse. Ik kon lijf niet bijstaan op de helling, ik kon maar net accrocheren. Ik bleef er wel bij, maar ja, ik kon geen kop trekken. Ook toen er de demarages kwamen, is het soms beter dat mannen als ik meeschuiven. Dat zit lijf op zijn gemak. Dat kon ik niet en ik was er zeer teleurgesteld over dat ik teleurgesteld in mijn eigen, dat ik niet goed genoeg reed. Intussen komt ook de Ronde van Vlaanderen met rasse schreden dichterbij. Wij kunnen maar een dikke uitslag halen dat we 100% op één lijn staan, voilà. Achter één man. Allen voor één. En beschermde, we kunnen niet laten, wij weten nog niet wat het gaat zijn met staf, maar we kunnen niet anders dan een beschermen toch. Ook bewezen al dat vorig kan. Na vorig jaar heeft hem de recht. Ja. De verkenning was heel pittig. We hebben 7,5 uur gereden. Bovendien hadden we de dag voordien ook al hand samen gereden en nog 2 uur bijgetraind. Dus iedereen was wel vrij moe. Maar we hopen dat we daar de vruchten van plukken komende zondag. Hè. Een andere renner die meer dan ooit heeft uitgekeken naar het voorjaar is Rob Goris. De blok graniet mocht ook in de driedaagse van start gaan, al was het niet makkelijk. Als ik eerlijk ben, was dat redelijk vermoeiend. Ik heb nog nooit de pannen gereden, dus ik was heel trots dat ik de pannen mocht rijden. Ik had gehoopt nog eens in een aanval te kunnen rijden. En we hadden afgesproken dat we met 4 man gingen proberen. We hebben dat eigenlijk als ploeg goed aangepakt, maar het duurde weer, ik weet niet wanneer, ze zijn eigenlijk niet weggereden. Zo even een paar keer, ik ben zelf ook een paar keren zo weggereden. Maar uiteindelijk zijn alleen de kopmannen van de ploegen en de toppers wel weggereden. Goris is vooral bekend van zijn aanvalslust, maar net doordat hij die naam krijgt is het moeilijker om in de juiste vlucht te belanden. Ik heb eigenlijk al heel veel geprobeerd dit jaar. Ik krijg ook altijd dezelfde vragen aan de mensen. Zijn het deze jaar niet in vorm? Ga ik het niet? En ik heb me eigenlijk nooit sterker gevoeld dan nu op het moment. Ze laten mij ook niet gemakkelijk rijden, omdat ze weten, verleden jaar was ik er heel veel bij. Zo in dwars over Vlaanderen, in Okeren. Maar ook in die kleine rondjes, gelijk Turkije, was ik ook een keer of 4 bij. Een andere reden is dat de voormalige ijshockeykampioen ook vaker een dienende rol krijgt binnen de ploeg. Met een kopman als Hoste is het soms iets anders koersen. En dan krijg je ook respect van die mannen. Die weten ook, Hoste en Stefan, hoe moeilijk en hoe zwaar het is van te demareren. Als je 20, 30 keer gedemareerd hebt en die koers, ze zijn pas weggereden naar 100 kilometer, zeg ik nu, dan is het vat af. Hè. Ik denk dat er enkele renners wel hun niveau hebben opgetrokken en gewoon weten van die kan er staan ook in de finale. En je voelt dat ook dat hem sterk is en hij roept ook in de koers. Hij geeft advies in de koers van houden nu rustig, wachten. En dat is voor mij, ik koers nu 4 jaar, 2 jaar bij de profs, voor mij is dat echt belangrijk. Rob Goris mocht vorig jaar al eens aantreden in Vlaanderen's mooiste. Toen werkte hij voor de ploeg tot aan de Paterberg. Ook dit jaar rijdt hij in dienst van de kopmannen. Je moet de kat en kat noemen, de Ronde van Vlaanderen. Die zal ik normaal gezien niet winnen. Je weet natuurlijk nooit, er zijn in het verleden wel ontsnappingen die daar zijn blijven dragen. Maar de Ronde is helemaal veranderd. Dus ik denk ook, aangezien dat je nu de afgelopen koersen zien, het is heel moeilijk om weg te gaan. Het duurt ook altijd heel lang. Dus het hangt van mijn opdracht af. Ik ben te laat begonnen en mijn droom was echt om een goede knecht te worden.
En ja, ik ben daar volgens mij de afgelopen maanden toch goed mee bezig. De populariteit van Goris blijft intussen wel stijgen. Onlangs maakte het grote publiek kennis met hem na een optreden in de laatste show. Sindsdien wordt hij veel meer herkend. Eigenlijk heel veel. Nu ook. Ik had dan, ja, vandaag heb ik een paar keer dan gelost en, omdat ik ja, helemaal op was. En, ja, ze roepen van alles. Hè. Ja, dat is erop en dit. En dan zeggen ze, ja, dat is de papa. Je hoort van alles. En, ja, ik word wel veel beter herkend. Ook door mensen die ik echt niet ken. De volgende dag valt Andy Capelle alweer op in de ontsnapping. Hij laat zijn metgezellen achter en dat levert hem de puntentrui van de Rusjes en de prijs voor de strijdlust op aan het einde van de driedaagse. Lijf Hoste eindigt net buiten de top 20. Ja, van voor de start hadden we al afgesproken. We gaan proberen voor die Rusjes mee te doen, omdat dat toch wel belangrijk is. Je mag iedere dag op het podium en een trui aandoen. Dat is toch wel, voor de sponsors is dat ook belangrijk, wat dat een beetje ons doel was. Op 1 april is het dan eindelijk zover, de Ronde van Vlaanderen. Nog lang voor de bus het zand in Brugge opvullen, staat er aan het startpodium al een massa volk de renners op te wachten. De bussen worden door de organisatie naar hun plaats verwezen en iedereen staat op scherp om alles tiptop in orde te brengen voor de start. De renners komen één voor één nog eens al het materiaal checken. De sfeer is nerveuzer dan anders. De renner moet nerveus zijn. Ze noemen dat gezonde nerveusiteit. En dat moet je zijn. Anders, als je daar naartoe leeft, het is altijd gevaarlijk natuurlijk. Alles zitten op een eendagwedstrijd en zeker op de Ronde van Vlaanderen, die toch wel een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar is. Hoewel het plein enkel toegankelijk is voor genodigden, staan de kijklustigen toch rond de bussen te drummen. De gelukkigste man aan de start in de oranje-zwarte kleuren is allicht Kevin van Melsen. De jongster wordt op zijn verjaardag met een rugnummer beloond voor zijn opvallende prestaties. Voor mij is het een jour très spécial. C'est un peu comme une histoire de cadeau parce que ça a toujours été un rêve de participer à une grosse course comme ça et le jour de mon anniversaire, c'est sûr que c'est magnifique. Zoals bij alle ploegen wordt de koers ook bij Accent Jobs Willems Verandas gevolgd door enkele VIP's. Hendrik Daniels van sponsor Seacoast spreekt Andy Capelle nog even aan over zijn prestatie in de driedaagse van de pannen. Deze week zat ik in Denemarken voor een zakentrip en ik kom op mijn hotel en boven de bar hangt er een flatscreen en ik zie de koers. Ik zal gaan kijken naar de koers. Het was toevallig wel een live-uitzending van de driedaagse van de pannen. En Andy Capelle reed voorop en ons logo kwam mooi in beeld en dat was wel inderdaad een leuk gegeven. Ja. Ik had wel in ons week gepasseerd. Ah, wat heb je gegeven? Wij doen een roze in en niet poorten, dat is allemaal passeren. Dat is natuurlijk het moment voor alle wielerliefhebbers vandaag. Een massa-opkomst zoals de voorgaande jaren altijd hebben meegemaakt. Voor ons is dat vooral als co-sponsor van het ploeg Accent, is dat voor ons enorm van belangrijk om hier te kunnen aan deelnemen. En die pure naambekendheid is voor ons, voor ons bedrijf voor te stellen, is enorm belangrijk. Ja. Ik heb een hele speciale opdracht vandaag om vooral de klanten van Accent te pamperen. En ik ga daar 200% voor gaan. Voor ons zelfs als VIP-genoten bij Accent is de bedoeling om eerst een paar stops te doen en de renners te zien passeren. Daarna gaan we naar het VIP-dorp. En dan kijken we nog een keer op de Quaremont, de drie passages dat we meemaken daar ter plaatse. Ja. Welkom in de VIP-tent van Accent Jobs Willems Verandas. U kijkt naar Clean, Clever and Competitive. Oude Quaremont is the place to be voor vele toeschouwers. En ook het team heeft een eigen VIP-tent bovenaan de helling om klanten een hele dag te laten genieten van de unieke sfeer. Een hele dag eten, drinken en netwerken, terwijl de koers drie keer zal passeren. Ik ben
alles volgen hier natuurlijk op het groot scherm. En nee, voor de rest heel plezant. Heel veel volk, heel veel klanten. Dus goed weer. Dus het kan niet beter eigenlijk. Hè. Ja, ik hoop dat iemand van Accentjobs wint natuurlijk. Hè. Hosten. Hopelijk een keer. Of misschien terug tweede. Ik hoop dat ik straks nog de mensen een beetje kan doen lachen. En dan vooral eigenlijk gewoon genieten van de koers nu. Ja, ja, ja. Na de doortocht van de vrouwen is het wachten op het mannelijke peloton. Uit voorzorg stelt mechanicien Pieter zich nog met een paar extra wielen op. Na de derde doortocht valt de beslissing op de Quaremont. Helaas kan Hosten zich niet manifesteren in de kopgroep. De kopman van Accent Willems beschikt niet over de goede benen waarop hij had gehoopt. In feite hadden wij wel hoge verwachtingen van Oost en van Skerling. We hadden gedacht, één van de twee zal waarschijnlijk mee in de finale gaan om toch bijvoorbeeld in het eerste te rijden. En het is toch wel een klein beetje tegengevallen, vind ik, onder de verwachtingen geweest. Want wij waren eerst en vooral niet mee in die ontsnapping van die 15 man die weg waren, die toch wel een hele belangrijke ontsnapping was. En dan hebben we alles op alles gezet om de finale, om voor Lijf en voor Skerling te rijden, voor de finale, voor in de finale dan mee te zijn. En ze zijn toch wel wat tekort gekomen. De laatste 50 kilometer waren ze niet meer in beeld en we hadden direct gezien dat ze toch wel geen goede dag hadden. Het kan de sfeer in de tent niet bederven, want het Vlaamse wielerhart klopt collectief voor Tom Boonen, die in de sprint Pipo Pozzato en Alessandro Ballan achter zich laat. Van de dag mag de winnares van de loting nog haar nieuwe Zanata-fiets komen ophalen. En verder gaat iedereen tevreden naar huis. In Frankrijk rijdt een ander deel van de ploeg van Accent Willems met onder andere een vijfde plaats voor Steven Kaathoven in Paris-Camembert. En in eigen land keert Chef de Wilde terug naar de Scheldeprijs in Schoten, waar hij vorig jaar een doodsmak maakte. In de GP Pino Ceramie maakte Jimpy Drucker na een sleutelbeenbreuk een prima comeback met een negende plaats. De volgende week wordt er in Leuven de Brabantse Pijl gereden. Sportdirecteur Lucien gaat de dag ervoor de renners inschrijven en de rugnummers afhalen. Tijdens de vergadering met de andere ploegleiders worden er ook enkele wijzigingen aan het parcours toegelicht. De volgorde van de volgwagens wordt bepaald volgens loting. Accent Willems heeft geluk en krijgt de vijfde steg toegewezen. Het begint altijd de dag ervoor, is er altijd een meeting met de sportbestuurders. Het belangrijkste is natuurlijk lottrekking. Voor ons is dat heel belangrijk dat wij een goede nummer hebben altijd. We vragen Van Impe ook nog een laatste keer terug te komen op het eerste deel van het voorjaar. Op de vraag of hij tevreden is met het verloop, is de ploegleider, zoals verwacht, heel eerlijk. Eerlijk gezegd niet, nee. De verwachtingen waren wel iets hoger. We hebben goed gereden in die zin. Wanneer de televisie was, waren we meestal mee in ontsnapping, maar de uitslagen waren er niet. We zijn goed begonnen. We hebben in Omloop het Nieuwsblad waren wij tiende. De dag nadien in Kuurne waren wij achtste. En vanaf dan is het een klein beetje minder gegaan met de uitslagen. Echt tevreden kunnen we niet zijn. Ja, onze kopman Van Dijk heeft een beetje tegenslag gehad dat hij een verkoudheid gekregen heeft op een slecht moment. Die al twee weken aansleept. En daardoor is hij toch in de spurt, toch, komt hij toch ook altijd iets te kort, want je mag helemaal niks mankeren. Dan hebben we Skerling die een hele domme valpartij, die in een domme valpartij betrokken was in Nokeren. Waar hij helemaal niet moest dan meegedaan hebben aan die sprint daar, omdat dat toch wel niet aan hem is om mee te doen in een sprint. En dan als je zo te val komt, die was toch wel redelijk zwaar, een zware kwetsuur. En ja, dat is dat toch ook wel, zal zeker meegespeeld hebben in de Ronde van Vlaanderen dan nog. Oosten kan ik niet zeggen dat hij ergens iets zo... Hij heeft niet ziek geweest of wat. Het is gewoon weg een slechte dag dat hij had. Dat is het enige dat ik daar kan op antwoorden. Hij heeft er zelf weinig over gezegd. Hij heeft zelfs de jongens die voor hem gereden hebben tijdens de wedstrijd nog bedankt.
want die hebben goed haar werk gedaan. Het lei aan zichzelf en zei ik heb geprobeerd en het ging niet. Er komen nog hele belangrijke wedstrijden. Hè. We hebben nog, die heel belangrijk voor ons is de ronde van België. Eneco Tour. Het zijn nog prachtige wedstrijden. Hè. Het is nog niks verloren. Het seizoen is maar pas begonnen. Het voorjaar, de klassiekers zitten er bijna op. We hebben nog leuk, Basnaken leuk. Een hele zware wedstrijd. Dat weten wij ook dat we daar misschien in de finale, hopelijk wel, misschien niet gaan meespelen, maar toch wel misschien in beeld kunnen rijden. Kampioenschap van België. Vorig jaar hebben we daar... we hebben het feitelijk geloupeerd, want we hadden toch wel Katoven die op dat moment ongelooflijk in vorm was. En we hadden alles gezet op Katoven. Het is ook tegengevallen. We hopen dit jaar dat we terug een goede Katoven hebben. En er zijn nog renners in de ploeg die toch wel een goed kampioenschap van België zouden kunnen rijden. En daar verwachten wij toch ook ons ploeg dat ze echt goed zou zijn. In de Amstel Gold Race rijdt Accent Willems een hele dag in beeld. Steven Kaathoven is de aanstoker in de lange vlucht. Zoals voorspeld speelt er niemand een rol van betekenis in de finale. Enkele dagen voor de Amstel Gold Race wordt er een nieuwe renner aangetrokken. Jérôme Gilbert, broer van Belgisch kampioen Philippe, tekent een contract bij Accent Jobs Willems Verandas. Het debut van de nieuwe vie. Avant, je travaillais comme employé, donc c'est une vie différente. Donc à moi de m'intégrer au mieux dans l'équipe, rouler pour mes leaders et faire de mon mieux, honorer mon contrat. Voilà, la grosse différence, c'est surtout le sérieux que je vais devoir m'employer à faire. Donc quand j'étais employé dans un magasin électroménager, je faisais ma journée et après c'était fini. Ici, c'est 24 heures sur 24, il faut être vraiment au top. Donc il faut aller dormir tôt. Enfin, une vie de sportif, c'est différent d'une vie normale, je veux dire. Jérôme Gilbert was afgelopen winter al dicht bij een contract met Accent Willems, maar zag dat toen net niet doorgaan. De puncher bleef dan maar elite zonder contract tot vandaag dus. Mais avant, au début de saison, j'étais dans l'équipe CC Chauvigny Véranda Willems et là ça me permettait de faire quand même un bon début de saison dans l'optique de signer ici. De 28-jarige Jérôme heeft geen schrik om vergeleken te worden met zijn oudere broer en is realistisch over zijn eigen kunnen. Voor mij is het een kans om een frère comme Philippe. C'est comme un exemple pour le monde entier. C'est un des meilleurs coureurs au monde. Donc je suis élevé la même chose que Philippe. Donc j'ai les mêmes valeurs, peut-être pas la même force mentale et physique. Mais je pense que je vais pouvoir m'en sortir, faire ma place dans l'équipe, j'espère. Elke wielerliefhebber weet dat de broers Gilbert langs het parcours van Luik-Bastenaken-Luik zijn grootgebracht. Zijn favoriete koers ligt dan ook voor de hand. La course préférée quand je regarde la télévision, c'était Liège-Bastogne-Liège et aussi Milan-San-Remo. Mais bon, quand on est sur le vélo, ça doit être différent. Donc on verra peut-être refaire la même interview cette saison. Et là, je vous dirai ce que j'aime bien et ce que je n'aime pas. Dit was de voorlopig laatste aflevering achter de schermen van Accent Jobs Willems Verandas. Je kan het team uiteraard van dichtbij blijven volgen via www.accentwillems.be. Eindigen doen we met de maandelijkse prijsvraag. De winnaar krijgt een truitje van Accent Jobs Willems Verandas Pro Cycling Team. Bedankt voor het kijken en hou het clean, clever en competitive.